We hebben hier ook, zien we allerlei elektra zitten, schakelaars en open doosjes. Natuurlijk moet hier ook, moet dit afgewerkt worden of kan je hier een stopcontact op maken. Nou, maar wat we wel zien is dat het een nieuwere kleur bedrading is. Blauw, zwart. Zwart is de schakeldraad. Hier zien we nog een keer met aarding erin zitten. Nou, we weten nu alleen niet of de randaarding ook goed is aangesloten. Dus dan zoeken we op dit moment, en daar zien we er eentje, een wandcontactdoos met randaarding. En dan kijken we eventjes, pakken we even de meter erbij. En dan zullen we dat even doormeten. Nou, uitrusting. Dit is een metertje. Deze meter die stoppen we in het stopcontact. We zien nu één lampje branden. Er moeten er eigenlijk drie branden. Ja, het is wel goed, want als ik hem omdraai, dan branden er drie. Kijk maar. En dit betekent eigenlijk dat de aarding die hier zit, aangesloten, op een van deze palletjes, boven of onder. De ene keer zit hij op de onderste aangesloten, de andere keer op de bovenste. Daarom is het zo, als ik die meter omdraait, dat ik de ene keer wel drie lampjes heb en de andere keer niet. Met deze meter, doordat er nu drie lampjes branden, hebben we in één keer vastgesteld, ja, de aarding die hier zit, die is goed. Die gaat dus regelrecht naar je meterkast, die is goed aangesloten in de meterkast. En ook meet deze gelijk door dat de aarding vanaf de meterkast naar de grondpan goed is aangesloten. Dus het hele aardingcircuit in deze woning, dat functioneert hiermee vanaf dit punt voldoende. Dat is de samenvatting. Gelijk of het bij de andere punten ook is, of moeten we dan? Nou, het komt regelmatig voor dat er op meerdere, dat het ja, hier wel goed is en zometeen in de keuken kan het bijvoorbeeld niet goed zijn. Dus dat is ook de reden dat we deze meting op basis van steekproef op meerdere plaatsen in de woning toepassen. Okay.